Van Rotterdam naar de Lingen in Duitsland. We gaan binnen. Hallo allemaal, welkom bij Altavista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, jullie zagen het al. Vandaag gaan we door met de Tour door Duitsland. Ja, we zijn heel veel plaatsen in Duitsland af geweest. Ook afgelopen jaar. Echt heel gaaf, we hebben een leuke vakantie gehad. Heb je er niks van gemerkt? Hoewel ik moet zeggen, de vorige upload inderdaad duurde even wat langer. Gewoon puur omdat het bereik heel erg slecht was. Maar we zijn weer lekker terug, we zijn weer lekker in de studio. We hebben weer een heel vette, gave nieuwe video voor jullie. Ja, waar zijn we geweest? We zijn in Lingen geweest. Echt heel erg gaaf. Bij de Large of de EMP Store moet ik zeggen. Goed, daarover zo meer. Wat gaan we vandaag meer doen? We gaan natuurlijk die nieuwe giveaway bekendmaken. 25 euro shop to good van Tiny Titan. Ja, hè, vorige keer moest je natuurlijk die hashtag doen. En je moest natuurlijk me volgen op TikTok. Nou, dat is massaal gedaan. Echt heel erg dankjewel daarvoor. Aan het einde van de video gaan we natuurlijk bekendmaken wie die prijs heeft gewonnen. En we gaan weer een nieuwe giveaway doen. Ja, niks te moeilijks vandaag. We gaan een gave prijsvraag doen. En die prijsvraag komt ook aan het einde van de video. Ja goed, we vullen die prijsvraag in. Hè, in de comments. En natuurlijk abonneren. Liken de video. Hè, en het goede antwoord in de comments zetten. En dan maak je kans op 25 euro shoptegoed. Tiny Titan. Hoe vet is dat? Ja, wat gaan we vandaag gewoon behandelen? Ja, sowieso EMP. EMP Large, echt wel gaaf. Er zijn totaal 2 winkels geweest daar in de buurt. Vandaag doen we de EMP Shop, of de EMP Store moet ik zeggen, in Lingen aan. En we zijn zelfs ook nog bij de EMP Outlet geweest. Maar daarover een tijdje gaan we daar een vette video over maken. Echt wel echt tof. En Lingen, waar ligt het ergens? Ligt bij Enschede dan daar de grens over. Een klein stukje verder. Een plaatje, een uurtje over de grens. Echt wel een gave winkel. Ik ben daar geweest. Heel vriendelijk ontvangen. Het leuke is, ze kennen mijn kanaal. Dus dat is heel erg tof. Dus daar heeft het voordeeltje op gebracht. Maar goed, ik ga jullie laten zien hoe de winkel eruit ziet. Wat voor pop ze hebben. Hij was echt groter dan ik verwacht had. Dus maar ik laat je niet te lang wachten. We gaan beginnen. EMP in Lingen. Nee, die valt wel mee. Met 5 pops erin. Heel veel. Gaaf hoor. Je moet het wel echt op. Die is cool. Ja, is cool. Mama. Papa, van de nieuwe Guardians. Ook heel vet. Die is ook heel vet. Heel tof. Bon Scott. XS. Oké. Want als die is ook vet. Wauw, heel vet. En een pakken. Die doen we er ook eentje bij. Hier schieten. Ja. Yes, echt heel erg vet. We hebben dus een heel vet rugzak. Kijk aan, dit is hier. En ik vind de rugzak alleen al heel vet. Large powered by EMP. Kijk aan, hoe vet ziet die eruit. Die hebben we gekregen. Ja, en die eentje. Nee, zeker niet weten. Niet eentje. Mijn kinderen waren bij. De cashier herkende mij. Die zag mij al filmen. Ik heb natuurlijk even gevraagd of ik mocht filmen. Was geen probleem. Maar die zag het al. Dus die kende het kanaal. Echt heel erg gaaf. Dus kregen de kinderen ook allemaal zo'n vette rugzak. Dus 3 rugzakken heb ik in totaal. Dus hebben de kinderen een mooie sporttas. Om weer naar school te gaan, het nieuwe schooljaar. Hoe vet is deze tas? Ik vind hem heel erg gaaf. Goed, wat hebben we allemaal gekocht? Ik begin even iets mee wat mijn zoontje heeft gekocht. Die wilde namelijk een nieuwe portemonnee hebben. Ja, we zagen natuurlijk, zoals jullie weten, Longfly is tegenwoordig ook van Funko. Ja, en die heeft iets heel vet gekocht. Kijk aan, de Star Wars Longfly portemonnee. Hoe vet is die? Kijk aan, de achterkant Stormtrooper. En dan zie je als je het zo doet. Kijk, in eerste instantie Stormtrooper en daarna zie je hier Prinses Leia en Luke Skywalker. Heel vet. En hij heeft hem al in gebruik genomen. Maar de portemonnee van binnen ziet er... Oh, en daar valt er allemaal geld uit. Ik probeer het eventjes zo te laten zien. Kijk aan. Dan zie je als het ware een soort cartoonstripachtig. Kijk aan, zo ziet het eruit van binnen. Hij ziet er heel gaaf uit. Iets van gauw dicht doen, voordat ik ruzie krijg. Maar echt heel erg gaaf. Deze Star Wars Longfly portemonnee. Eerste Longfly product trouwens dat ik laat zien op dit kanaal. Echt heel erg gaaf. En... ja, portemonnee was ook niet zo heel erg duur, moet ik zeggen.
toch 20 euro volgens mij. Dus het valt redelijk mee voor een Longfly product. Dus ze hadden heel veel verschillende producten daarvan. Echt heel gaaf. Hadden we er meer in de winkel? Nou, echt heel erg vet. Ik heb namelijk twee dingetjes daar gekocht. Het is namelijk dit ook heel erg gaaf. We beginnen hiermee, denk ik. Het is namelijk een Pakka Pakka. Ja, en je zag het in de video al. Pakka Pakka. Wat is Pakka Pakka? Het is ook onderdeel van Funko. En dat zijn ook poppetjes. En je hebt daar allemaal heel verschillende speciale soorten van. Dit is de Clown Spy Pakka Pakka. Maar je hebt heel veel verschillende Pakka Pakka reeksen. En hier heb je dus Commons. Hele zeer Commons. Rare. Chases. Echt heel gaaf. En die draak. Ja, die draak is het meest zeldzame van die. Van die Pakka Pakka pops. En ik heb er eentje gescoord. En we gaan hem gewoon live openmaken. Hoe vet is dat? Ik ga hem proberen open te maken. Ik hoop dat dat in één keer goed gaat. De eerste keer dat ik hem openmaak. Dus we halen zingers eruit. Hier al onder staat trouwens ook. Heel mooi Funko. Kijk aan. Echt heel erg gaaf. Ik heb hem open. Heel erg benieuwd wat hierin zit. De eerste keer. Ik zal trouwens hier laten zien wat er allemaal in kan zitten. En wat, ja, hoe speciaal ze allemaal zijn. En dan ga ik kijken of ik hem open krijg. Ja, ik heb hem open gekregen. We gaan hem openmaken. Kijk aan. Dit is hij en ik zie al meteen wat erin zit. Ik dacht dat hij gefolied was, maar het is, hij is wel heel gaaf moet ik zeggen. Het is een clown in een auto. Ik ga hem eventjes uit het cellofaan halen. Ik moet hem wel zeggen, ik vind hem wel grappig, vooral grappig. Kijk aan, dit is hij. Deze Pakka Pakka zit in een clown 1. Mijn eerste Pakka Pakka, dus die gaat de vitrinekast in met de bal denk ik. En hierin staat natuurlijk ook meteen, even kijken wat zit er nog meer in. Dit is het serie setje Pakka Pakka en dan kan ik zien. Hoe zeldzaam deze is. Nou, deze is common. 1 op 12. Ja, de glow, de chase had je ook gehad. Die was glow. Kijk, en ik heb de normale common pop heb ik hiervan. Of pop. Pakka Pakka. Kijk aan. En achterop staat een leuk Funko stripje eigenlijk. Kijk. Heel erg grappig. Ja, ik vond het wel grappig om deze keertje eentje mee te nemen. Er zit ook nog een heel leuke sticker bij. Kijk aan. Een Clown Spy sticker. Heel erg gaaf. Vond het leuk om eens een keer te kijken hoe er zoiets nou ging. Ik heb hem nooit een Pakka Pakka opengemaakt. Dus eerste keer. Hij is leuk. Hij is heel erg tof. Ik ga ze niet ontsparen. Ik ga de serie, het set niet compleet krijgen. Weet ik dus nu al. Maar ja, goed. Ik vond het leuk om eens een keertje te kopen. Zo duur was hij niet. 3,5 euro volgens mij. Dus ik neem hem mooi mee. En dan het volgende. En deze is wel heel erg gaaf. Het is een cd die ik zelf ook heb gehad. En ik zag hem hier staan. En dit is heel erg gaaf. Het is namelijk de AC/DC Back in Black EMP Exclusive Special Edition van Funko. Kijk aan. Heel vet. En ik had deze cd had ik al van AC/DC. Maar ik vind het heel vet om deze popalbum te hebben. Ik weet dat er ook nog een ander album is. Dat is het album met heel de band eigenlijk. Het is een dubbelpack. En dit is de iets oudere versie. En het mooie vond ik. Ze hebben de stickers er niet opgeplakt. Nee, ze hebben kaartjes. Kijk, van EMP. In de winkel opgeplakt. Waar dus de prijs op staat. Deze was dus echt 16,95. Vond ik wel meevallen. Dus, maar zo beschadig je natuurlijk de verpakking niet. Hoewel, ik moet zeggen. Dan moet ik wel het plakbandje heel voorzichtig af kunnen krijgen. Nou, dat doe ik een keer op mijn gemak. Maar ik vind hem heel erg gaaf. Kijk aan, dit is hij. AC/DC Back in Black. Een popalbum, nummertje 3. Ja, mocht je een keer in de buurt zijn van Lingen, ga er zeker even langs. Het is een heel leuke winkel, heel vriendelijk personeel. Echt waar, vond ik echt. Het was echt heel erg tof om daar even te zijn. We zijn heel lang hebben daar gefilmd, zijn lang bezig geweest. En de kinderen hebben dus allemaal nog een extra rugzakje gekregen, inclusief ikzelf. Ze hebben 3 rugzakken ook nog gekregen. Hoe vet is dat? Goed, ja, dat was eigenlijk alles wat ik hier gescoord had. Want bij de EMP Outlet zijn we ook nog geweest, hebben we ook het een en ander gescoord. Maar daarover binnenkort meer. Goed, maar ik heb natuurlijk nog wat dingetjes om te laten zien. Ja, wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? Zoals jullie weten, is tijdens de vakantie of voor de vakantie, is er weer een nieuwe wave geweest bij de Kruidvat. Jazeker. Daar hebben we natuurlijk weer het een en ander gescoord. Heel erg gaaf. Daar gaan we weer een tweeluik over doen. Hoe vet is dat? Maar daarover binnenkort meer. Maar ik had vanaf de eerste wave had ik nog een paar pops die ik jullie nog niet heb laten zien. Die laat ik vandaag zien. Ja, de allereerste is namelijk deze. Het is namelijk Zero in the Kart. Ik had natuurlijk al heel veel van deze pops had ik al. Jack alleen nog niet, maar Sally had ik al. Oogie Boogie had ik al, de Major had ik al. Maar ik had Zero nog niet en deze lag dus nou bij de Kruidvat. Dus ik laat eventjes mijn stickertje gekker afhalen. Heel vet om deze tegen te komen bij de Kruidvat. Ja, zoals ik zei, 6 euro zijn ze deze keer. Ze zijn een stukje duurder geworden. Maar ik vind de pop heel erg gaaf. Nummertje 10 uit deze set. Zero in the Kart. Heel vet. En dan heb ik nog een pop. Ook heel erg vet. En deze ben ik ook tegengekomen. Dit was een special edition. Het is namelijk van Full Metal Alchemist. Het is 898. Een animatiepop. Heel erg vet. Heel gaaf. En ik moet zeggen, Kruidvat, jullie hebben geluisterd trouwens. Bij deze nog niet. Nee, bij deze nog niet. Hier hebben ze de sticker nog gewoon op de doos gezet. Maar bij de volgende wave, jazeker. Ik denk echt waar dat ze geluisterd hebben, want de sticker zit op een andere plek. Ja, dat laat ik volgende keer zien. Heel erg gaaf. Deze lijkt dus gewoon lekker zitten. Het is een set van 4.
Heel gaaf, Lust van Full Metal Alchemist 898. Heel gaaf pop. Goed, dit is alvast een preview van hetgeen wat er maar aan zit te komen. We hebben veel pops gescoord. In het tweede luik laten we 12 pops zelfs zien. Dus dat gaat heel erg vet worden. En we gaan nog veel meer doen, reviews. We gaan nog veel meer toeren door Duitsland. Want ik zeg al, we hebben natuurlijk INPI uitgelot gehad. Maar we hebben nog veel meer plaatsen bezorgd. Ik denk, ja, ik denk wel over de 10 plaatsen die ik allemaal nog klaar heb staan voor jullie. Allemaal video's die we gemaakt hebben. Allemaal Funko Shops. Hoe vet is dat? Dus mocht je in de komende tijd een keer naar Duitsland gaan, hou het kanaal in de gaten. Want ik geef je allemaal tips waar je allemaal pops kunt scoren. Voor schappelijke prijzen, goedkope prijzen, etc. In België zijn we ook nog geweest. Gaan we ook nog eens doen. Heel erg veel natuurlijk kruidvat, zoals ik je zei. Goed, tot zover hetgene wat ik dus wilde laten zien uit Lingen. Heel erg gaaf. Ja, en wat gaan we vandaag dus nog meer doen? We gaan natuurlijk de prijsvinder bekend maken. Hè? Wie heeft de vorige keer gewonnen? Wie heeft die hashtag geplaatst? En wie heeft natuurlijk geabonneerd op TikTok? Die kan kans maken op 25 euro shoptegoed. En dan gaan we het doen om het direct hier te laten zien. Ik ga je niet te lang daarmee laten wachten. We gaan gewoon beginnen. We gaan de tromgeroffels doen. Pam! Yes! Staat jouw naam dan nou? Heel hartelijk gefeliciteerd. Stuur een mailtje naar altivisten@gmail.com. Doe dat nou, hè. Want ik moet vaak inderdaad even zeggen. Doe ik een berichtje achteraan sturen. Jongens, ik heb nog geen niks ontvangen. Stuur even een berichtje naar altivisten@gmail.com. En dan krijg je zo snel mogelijk die giftcard krijg jij toegestuurd. Ja goed, en mocht je inderdaad niet heel snel een bericht krijgen. Duurt nog een paar dagen. Stuur even nog een mailtje. Kans dat hij in de spam komt bij mij. Goed, ik hou het allemaal goed in de gaten. Maar het is wel eens misgegaan. Dus stuur dan gewoon nog een mailtje. Of reageer desnoods onder de YouTube video van. Hey, ik heb nog geen bericht gehad. Maakt helemaal niet uit. En dan is voor mij even reminder van ik moet eens eventjes verder gaan zoeken. Waar is die mail gebleven? Dus, maar nogmaals, hartstikke gefeliciteerd. Goed, en vandaag gaan we weer een giveaway doen. Ja, vandaag doen we lekker een prijsvraagje. Volgende keer gaan we nou een paar weer gave zoekacties doen. En een paar volgacties, social media acties, etc. Vandaag een leuke prijsvraag. We zijn natuurlijk door met die Tour de Duitsland begonnen, bezig. Hè. Vandaag hebben we al, ik denk de derde plaats die we nou aangedaan hebben. Mijn vraag is, en dan praat ik over de officiële reeks. Welke plaats zijn we nou als eerste tijdens de officiële Tour de Duitsland gekomen? Dus dan heb ik het niet over een Duitse winkel die ik jaren geleden een keer heb aangedaan. Nee, we zijn met de Tour de Duitsland reeks begonnen. En wat is nou de eerste plaats die we aangedaan hebben? Ja, dat wil ik graag van jullie weten. Dus die moet je even in de comment zetten. Welke plaats er is. He, en je moet natuurlijk de video liken, al geabonneerd zijn, et cetera. En dan maak je kans op 25 euro shoptegoed van Tijn Niet Tijd. Ja, kleine tip, het is mijn favoriete plek in Duitsland, plaats in Duitsland. En daar is een speciale reden voor. Weet je daar ook te weten? Laat ook even weten in de comments, dat zou ik ook wel tof vinden. Dus ja, echt heel erg tof. Goed, ga dat allemaal doen. En nogmaals, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de pops vinden. En ja, houd het kanaal in de gaten, want er gaat zoveel vette dingen komen eraan. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je die video's niet mist? Heel simpel. Hieronder kun je abonneren, duw dan druk op dat belletje. Dan krijg je een melding als die nieuwe video online staat. En je zit weer vandaag en gaan we Tour de Duitsland video. En er komen nog veel frequenter, veel sneller komende video's. Want we hebben zoveel materiaal dat ik al met jullie wil delen. Heel erg tof. En natuurlijk een duimpje omhoog kun je ook geven. Zou ik ook heel tof vinden. Goed, en ook essentieel om mee te doen met de giveaway. Goed, dus echt heel erg tof. Ja, zijn jullie ook fan van ACDC trouwens? Laat het ook even weten in de comments. Ik vind hem heel erg gaaf. En kruidvat gaat ook veel en veel meer aankomen. En we hebben onze eerste pakken te pakken. Hoe vet is hij? Clown nummer 1. Goed. Ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Voor die mensen die nu op vakantie zijn, fijne vakantie. En dan zie ik jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes, doei. Hoi.